2022 MTV Trail Awards. Dat wij naar gemeente, provincie, staatsbosbeheer enzovoort heel goed kunnen uitdragen dat wij gewoon natuurvriendelijk bezig zijn en dat we door kunnen gaan met hoe we bezig zijn. Nou, ik denk toch een stukje erkenning denk ik van ons werk, maar ook zeker van Patrick. En van Patrick heeft toch die route ontworpen, Patrick Jans in deze. En ja, zonder hem hadden we dit niet kunnen realiseren. Ja, wat betekent het voor ons? Voor ons is het eigenlijk een soort bevestiging van al het harde werk wat je erin stopt. En dat is op zich natuurlijk wel logisch, maar het gaat ons denk ik ook wel heel erg helpen in onze relatie met de vereniging waar wij onder vallen. Het is echt super gaaf dat we deze hebben mogen winnen. Altijd eerlijk gezegd niet verwacht, wel gehoopt natuurlijk. Maar ja, zoveel tijd ingestopt, zoveel waardering gekregen. Ook precies op de baan hebben we vele reacties gekregen. Als het dan uiteindelijk zoiets winnen ook, dat is echt de kers op de taart. Echt, Ik word er zelf heel erg trots van. En na vandaag ook al zei ik van, het is best wel een innoverende tijd geweest. Sowieso al in Overijssel. En dan toch dit soort prijzen binnenhalen, dat is, daar vind ik wel heel gaaf. We leggen een heel mooie route aan. We zijn altijd in overleg met boswachters enzovoort. En soms zeggen gebruikers ook wel eens, waarom mag je er niet meer langs? Maar dat betekent dat er een Dassenburg zit of wat anders. En dan wordt de route omgelegd en dan gaan we wat anders bedenken. Dat maakt ook deze prijs, denk ik. Maar ook de vrijwilligers, waaronder Jan. Zulke mensen moeten we er ook bij hebben om het werk ook te kunnen uitvoeren en te kunnen onderhouden. Dus dat is ook belangrijk om te melden, denk ik. Ja, want het is voor zo'n bikepark als dit, het is een redelijk onbekende sport. Het is moeilijk om het voor elkaar te krijgen dat mensen vanuit de gemeente dat begrijpen. Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Wat die vooral zien is een aantal heuvels afgedekt met plastic zeilen. Nou, dat is geen heel aantrekkelijk beeld. Maar ik denk met deze prijs kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat dat toch een hele grote stap gezet wordt in de goede richting. Dus we zijn er heel dankbaar voor. Ja, bizar. Geeft alleen maar weer meer motivatie om weer verder te gaan. Om nog mooier te maken, nog groter. En, daar gaan we sowieso een mooie toekomst tegemoet. Vanochtend stonden we nog echt in de modder. Toen gingen we de route openen. Dat is de route van Holten, die nou de aanmoedigingsprijs heeft gehad. En dan als je ook ziet dat daar al die vrijwilligers van Hellendoorn bij zijn, die dan ook even daar komen helpen. Nou, dan kan het niet meer afgebied zijn.